Get ready for the launch. De bekende nerd waar Mirjam naartoe op weg is, is DJ Jean. Zeer succesvol DJ uit de jaren 90. DJ Jean, Master of the Wheels of Steels. Komt-ie. Jij woont gewoon in het huis van de toekomst. Ja. Ik ben hier 11, 12 jaar geleden komen wonen. En de opzet was toen om echt een high-tech future huis van de future te maken. Jouw huis van de toekomst is al 11 jaar oud. Ja. Geef mij even een tour in jouw crib. En er zitten dus een aantal features in die toen die tijd, 11 jaar geleden, echt nog in de kinderschoenen stonden. Of eigenlijk nog helemaal niet bestonden voor het grote publiek. Maar die nu eigenlijk gemeengoed zijn geworden. En die je nu terugziet in heel veel andere nieuwe huizen die nu gebouwd worden. Nou, dat zeg ik, van nu koop je voor 5 euro zo'n stripje. Toen die buizen, die waren nog iets van 900 euro of zo. Dat was ontzettend. Eén zo'n ledbuis. Eén? Ja. En je hebt ze helemaal rond je hele huis, je hele appartement. Ja. Je krijgt er wel een zere nek van als je hier dan zo met je pannen staat. Nu koop je natuurlijk voor een fractie van de prijs een 2 keer zo groot scherm. Oh jezus, 9000 euro. Ja. Ja, daar heb je nu wel deze hele muur voor. Get ready for lunch. Ben jij een nerd? Ik ben slechts een gedeeltelijke nerd, een part-time nerd. Oh. Want het is een beetje een paradoxaal verhaal bij mij. Mm-hmm. Aan de ene kant volg ik alles wat er op tech- en gadgetgebied gebeurt. Ik vind het leuk. Maar aan de andere kant ben ik ook heel basic. Misschien zelfs een beetje primitief qua gedachte. Als ik bijvoorbeeld documentaires zie van mensen die diep in de jungle of zo in het Amazonegebied leven, dan vind ik dat geweldig. Met niks overleven. Dus dat spreekt mij aan de andere kant ook weer heel erg aan. Dus ik durf bijna niet te vragen, maar mag ik even naar de slaapkamer? Maar er gaat geloof ik 2500 liter water in. Dus meestal douche ik gewoon hier. Nou, zoals je ziet, die komt boven je. Ik zal hem even aanzetten. Wat is dit, een luchtrooster? Nee, dat is dus mijn douche. Is dit kunst? Of is dit, waar kijken we tegenaan? Dankjewel. Ik bedoel niet je bad, hè? Mooi compliment voor mijn nieuwe hobby. Racen met modelauto's. Wat rij je voor auto? Wat heb je voor telefoon? Op dit moment rijd ik... Denk aan de buren, Jan. Ik ben nog steeds verslingerd aan de oldschool Nokia-tijd. Weliswaar een Lumia. Wow. Ja. Maar grappig, dus qua auto zit je een beetje op het hoogste niveau wat je kunt hebben. En qua mobiele telefoon, ja, sorry dat ik het zeg. Ik ben nou eenmaal een beetje zo'n loyale gek. Die als hij iets leuk vindt en goed, dan blijf ik daar ook bij hangen, vreemd genoeg. Je bent trouw. Ja, Jean. Jij bent wel echt een paradoxale nerd, hè? Aan de ene kant verlang jij naar een soort rust, minder techniek, minder ontwikkeling. Ja. En aan de andere kant woon je gewoon in het huis van de toekomst. Ja. Ik ben 50% analoog, 50% digitaal. Ja, ik denk het ook. Ik vond het heel leuk bij je. Ja, vond je leuk dat? Om rond te kijken. Ik blijf ook nog even hangen. Ja, misschien even in bad. Want dat bad staat daar toch ongebruikt. Ik zal hem vast aanzetten. Dan kan je er vanavond aan. Waarschijnlijk. Ja, dan over 5 uurtjes kan ik lekker in bad. Super, dankjewel. Oké. Leuk. Super gezellig. Ja.